De partij van Omtzigt valt volledig uit elkaar. Vorig jaar nog, de belofte, 46 zetels in de peilingen. Uiteindelijk haalden ze er 20. En daar zijn er nu nog maar 3 van over in de peilingen. Volledig gedecimeerd. 2 staatssecretarissen stapten op. En nu ook 2 Kamerleden. Wegens onvrede over samenwerking met de PVV. Het loopt totaal uit de hand. Wat we wel in ons achterhoofd moeten houden is dat deze opgestapte NSC'ers voornamelijk uit de hoek van D66 komen. Progressievelingen. Dus het kan ook een bewuste poging zijn om een kabinet met de PVV te saboteren. Wat denken jullie? Laat het me weten en like en deel deze video.